Verzoek de gevierde getuige binnen te leiden. Goedemorgen iedereen en allemaal. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Schaap. Meneer Schaap, welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar het hele stelsel en opzet en werking van het stelsel van coöperaties. We kijken dus ook naar incidenten. En zo willen we weten wat er nou allemaal is gebeurd en hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag houden wij ons onder andere bezig met het ministerie en met ambtenaren uit de hogere echelons, ook wel topambtenaren genoemd, die betrokken waren bij het volkshuisvestelijke toezicht en alles wat daaromheen speelde. En onze commissie kijkt ook wat de impact daarvan was op incidenten die plaatsvonden. En dit allemaal in het teken van een verbreding nu in onze openbare verhoren. Wij gaan een fase in waarbij we echt naar de bredere opzet van het hele stelsel kijken. Zodoende zijn we ook bij de rol van het ministerie uitgekomen. Meneer Schaap, in dat verband wordt u gehoord als getuige. Het voor vindt plaats onder ede. En u heeft ervoor gekozen de belofte te doen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil gaan staan, mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Schaap. Neemt u plaats. Microfoon kan aanblijven. Ik zie daarachter mevrouw Onwijn zitten, die u bijstaat. Ik wijs u erop dat u zelf antwoord dient te geven op de vragen van de commissie. Ja. Goed, meneer Schaap, wij beginnen met het openbaar verhoor. U bent zelf strategisch adviseur en volgens de commissie ook plaatsvervangend directeur van de directie woningmarkt bij het ministerie van BZK. Dat klopt? Dat klopt. En u bent, als wij het goed hebben vernomen, vanaf 1994 al betrokken bij de volkshuisvesting. Dat klopt ook? Vanaf 1983. Toen begon ik te werken bij het departement. En mijn eerste aanraking met het dossier woningcoöperaties is van 1995. Okay. Het parlementair onderzoek naar de woningstichting. Ja. In ieder geval heeft u als ambtenaar bij het ministerie zeer ruime ervaring met het woonbeleid. Ja. En ook de contacten met brancheorganisatie Edes en ervaring bij bijzondere projecten in dat veld. U was ook betrokken bij de afwikkeling van het Vestia-probleem. Dus onze commissie heeft meerdere vragen over incidenten in die sector en uw rol en de rol van het ministerie daarbij. En daarom geef ik nu graag het woord aan collega Bashir. We beginnen dit verhoor vandaag met Vestia. Meneer Schaap, want u was op 9 september 2011 de eerste persoon binnen het ministerie die kwam te weten dat er problemen waren bij Vestia. Inderdaad. Wie belde u? De heer Ter Hegge en de heer Rink van het Wabo Fonds Sociale Woningbouw. En wat hebben ze verteld? Dat er een liquiditeitsprobleem was bij Vestia in de orde van grootte van eerste schatting 400 miljoen. 400 miljoen, dat klonk veel of viel het mee voor dat u? Dat klonk ontzettend veel. Onze ervaringen daarvoor waren met de SS Rotterdam. Daar speelden bedragen in de orde van grootte van 200 miljoen. Dit was meteen het dubbele. Ja, ja. En hoe snel bleken dat de problemen bij Vestia toch groter waren? Dat bleek tussen 9 en uiteindelijk 26 september. Toen ging dat bedrag omhoog van 400 miljoen naar 800 miljoen. En uiteindelijk werd het 1,05 miljard. Ja, ja. En wat heeft u toen gedaan? Welke acties heeft u ondernomen? Het ging om tijdelijke liquiditeitstekorten. En daar heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een voorziening voor. En dat houdt in dat ze dat kunnen geven onder voorwaarden.
En die voorwaarden, daar moeten ze over overleggen met de achtervangers, waarvan wij er één zijn, de andere zijn de gemeente. We hebben dat overleg gehad en we hebben natuurlijk gesproken over de voorwaarden. En de voorwaarden waren van meet af aan duidelijk van dit moet opgelost worden. In de zin van liquiditeitsrisico beperken, omvang derivaten terug en wat iets meer zijn. Maar voor alles de feiten boven tafel. Ja, want wie heeft u allemaal geïnformeerd binnen het ministerie op dat moment? De hele rits omhoog. Mijn directeur, de directeur-generaal en van daaruit is het verder gegaan. En de toenmalige minister Donner, wanneer is hij voor het eerst geïnformeerd? Dat weet ik niet precies, maar ik dacht in stukken gelezen te hebben dat een paar dagen later, of rondom die tijd, geïnformeerd is door de DG tijdens een vlucht naar Londen. En dat was ongeveer... Een paar dagen later nadat u gebeld werd. Ja, ja. U bent namens het ministerie ook intensief betrokken geweest bij de gesprekken die gevoerd werden om de problemen bij Vestia op te lossen. U was bij de meeste gesprekken ook aanwezig. Ja. Kunt u voor de commissie vertellen hoe nou in de eerste maanden de gesprekken liepen met Vestia? Was er voldoende medewerking? Kreeg u alle stukken? Kreeg u de informatie die u wilde weten? We hadden op 25 oktober een gesprek, het Centraal Fonds, Vestia en het ministerie, over feiten en cijfers bij Vestia. En daar werden verhalen verteld die niet konden kloppen, want die waren in strijd met de gegevens die we zelf in de jaarverslag konden lezen. En wij stelden op zich, dacht ik, vrij simpele vragen van hoe groot is de omvang van je variabele leningen en hoeveel derivaten heb je om die omvang daar het renterisico van af te dekken. Daar kwam geen fatsoenlijk antwoord op 25 oktober, dus zijn we een maand later. Want u zegt, daar werd dingen verteld die niet konden kloppen. Wat werd er dan verteld? Op een gegeven moment de omvang van de leningenportefeuille in een enig jaar, dat soort dingen. Ja. De simpel te controleren gevallen, de omvang van de derivaten zoals ze stonden in het jaarverslag 2010. Daar kwam een antwoord op wat niet paste, op wat er stond, wat je dus niet kon volgen. Ja. Nee, en later ook kwam er weer een andere opgave. Wij namen de cijfers van 25 oktober even als uitgangspunt. En later komt er dan weer een andere opgave. Ik dacht zo ongeveer op 7 november. En die wijkt daar dan weer vanaf. Ja. En dat gaf al aan dat ze, laat ik maar zo formuleren, de grootst mogelijke moeite hadden om de cijfers op een rijtje te krijgen. Bij Vestia. Ja. En wij dus ook. Kunt u voor ons een beeld en een sfeer schetsen van die gesprekken? Hoe ging dat nou met Vestia? Er zaten op enig moment drie heren tegenover mij. En naast mij zat de heer Van der Molen natuurlijk. Dat was de heer Wevers, de heer Staal en de heer De Vries. En dan stelden wij een vraag en dan bleef het even stil. En dan kwamen er van die hele grote schattingen. Ja, dat ligt ergens tussen de zoveel en de zoveel. Ze hadden alle drie ordners voor hun liggen, ongeveer zo dik. Daar werd niet in gebladerd, want het stond er gewoon niet in. Het was tasten in het duister. Ja, ja. U was, zei ik net, intensief betrokken bij de gesprekken die geweest zijn om Vestia te redden. Ook het Waarborgfonds, maar ook de externe financiële toezichthouder, het Centraal Fonds, was aanwezig. Kunt u ook aan ons vertellen wat nou hun posities waren? Wat waren de dilemma's? Wat wilden zij? Ja, ze hadden allebei een groot dilemma. En dan praat ik even in de situatie na 13 december 2011. Dus dat we er bewust van worden dat er events zijn, dat er clausules zijn. Die als je daar, als je die aanraakt, worden alle contracten, zowel van de derivaten als de leningen, opvraagbaar. In die situatie zat het WSW met een groot dilemma. Natuurlijk was Vestia niet langer kredietwaardig. Ze hadden veel te veel leningen gekregen door die tijdelijke liquiditeitstekorten. Het zag er helemaal niet goed uit. Het liquiditeitsrisico was heel erg groot. Maar ze konden het niet kredietwaardig niet uitspreken. Want dat was een event en dat zou verschrikkelijke gevolgen hebben. Hun dilemma was steeds van hoe verantwoord ik nou naar mezelf toe, naar mijn eigen regels toe, dat ik niet het niet kredietwaardig niet uitspreek en toch meewerk. Nu heeft het over het Waarborgfonds. Dat is het Waarborgfonds. Ja, ja. Het Centraal Fonds had een ander dilemma, een echt niet minder groot.
Het Centraal Fonds had 40 miljoen in kas voor saneringssteun. En hier zat een sanering aan te komen die veel en veel groter was. Uiteindelijk werd het een bedrag van 700 miljoen, wat zij aan saneringssteun moesten fourneren. En hoe kun je nou zeggen dat je saneringssteun toezegt, terwijl je het niet in kas hebt? Daar hebben we een constructie voor bedacht, later. Dat is ook allemaal goed gekomen. Maar het Centraal Fonds heeft er wel, en terecht, de nodige tijd over gedaan, voordat ze voor zichzelf konden verantwoorden dat dit een goede stap was. En beide waren essentieel voor de oplossing voor Vestia. Er moest geen event komen, dus het niet kredietwaardig moest niet worden uitgesproken. En er moest saneringssteun komen, want Vestia failliet laten gaan, dat was een veel nadere oplossing geworden. Want hoe serieus was de optie niet kredietwaardig verklaren door het waarborgfonds? Nou ja, ze waren niet kredietwaardig. Ze hadden meer leningen dan 50% van de WOS. En als je door de zaak heen kreeg, dan zag je dat ze een liquiditeitsrisico hadden van, ik dacht, ongeveer 2,5 miljard bij 1% rentedaling. En zo'n coöperatie wordt niet kredietwaardig bevonden. En het waarborgfonds stond erop dat ze dat ze gingen doen? Ja, volgens hun eigen regels, voor hun eigen compliance. En dat heeft de zaak geholpen? Hoe kijkt u daarnaar? Zij hebben hun uiterste best gedaan in de goede samenwerking onder regie van de minister om de zaak tot een goed einde te brengen. En hun bijdrage daarin was minstens ook dat ze het niet kredietwaardig niet hebben uitgesproken. Ja. Dan halverwege december 2011, dat is het moment waarop het ministerie wil ingrijpen en ook een aanwijzing wil geven aan Vestia. En een aanwijzing is een brief waarin staat wat ze moeten doen. En dan blijkt dus dat niet kan, omdat er diverse clausules zijn in de derivatencontracten van Vestia die een aanwijzing als een event zien. En dan zouden bijvoorbeeld de derivatencontracten opgeheist kunnen worden, waardoor de problemen allemaal in één keer naar voren worden geschoven. Onze vraag is, wie nou voor het eerst ontdekte dat er zulke clausules in de derivatencontracten stonden? Dat kwam tevoorschijn tijdens een overleg, waarin, ja, dat is ook ongeveer standaard hoor, een vooraankondiging gedaan wordt naar Vestia dat die aanwijzing eraan komt. Dat is het overleg op 13 december. En toen Vestia daarmee geconfronteerd werd, toen zei de heer Staal dat dit tot problemen zou leiden vanwege die clausules. Zo kwamen we erachter, daarvoor wisten we het niet. Ja, en wat was toen de reactie van de minister? Verbijsterd. Want dit zijn clausules die in derivatencontracten staan, die dus het toezicht kunnen belemmeren. Ja. Had het Waarborgfonds de raamovereenkomsten, de zogenaamde ISDAS, controleerde, dit niet moeten opmerken? Ik was er mij niet van bewust dat het Waarborgfonds raamovereenkomsten controleerde. Gewoon niet. Het past ook niet bij de rol die wij zien voor het Waarborgfonds, dat zij derivatencontracten van banken controleren. Dat ze kijken naar derivatencontracten die gesloten zijn door corporaties bij corporaties, is een heel ander verhaal. Ja. Dus, maar zij controleerden het wel. Sterker nog, raamovereenkomsten werden goedgekeurd. Hadden ze het niet moeten zien of moeten melden bij u? Nou, eerlijk gezegd, daarvoor? Vraag ik me af of het erin stond. Dit waren, zoals ik het zelf gezien heb, geen standaard clausules. Het verschilde per bank. Ik weet niet of iedere bank altijd precies dezelfde clausules deed, maar ik denk het eigenlijk niet. Als je het overzicht ziet van de bijzondere clausules, de additional dingen, dan verschilt dat per bank en ik denk dus niet dat het standaard was. Maar ze stonden er uiteindelijk wel in? Ja, het stond er wel in. En ze zijn ook wel eens voorgelegd aan het Waarborgfonds. En het Waarborgfonds heeft een goedkeurende stempel gegeven. Daar weet ik niets van. Dan het Centraal Fonds, de externe financiële toezichthouder. Had die het niet moeten weten? Het is in ieder geval niet normaal dat het Centraal Fonds naar individuele contracten kijkt. Nog leningen, nog naar derivatencontracten, nog naar investeringscontracten. Dat is niet de rol waarop het Centraal Fonds werkt of zou maar kunnen werken. Want dan gaan ze naast de bestuurder
van 400 corporaties zitten en dat lijkt me niet werkbaar. Die kijken naar de resultaten en die kijken naar de risico's die er verder in zitten. Maar op een hoger abstractieniveau dan de individuele contracten. Dus u zegt van het waarborgfonds had het niet hoeven te zien. Het was niet hun rol. Het Centraal Fonds hoeft het niet te zien. En niet het ministerie de contracten. Dan? Nee, ook niet. Dit is allemaal financieel toezicht. Of het behoort tot de risico's die het waarborgfonds probeert tegen te gaan. Het is niet de rol van het ministerie. Wij kijken naar rechtmatigheid, naar volkshuisvesting, naar dat soort onderwerpen. Wie had dit dan wel moeten zien? Ik denk niet dat het zo geregeld is dat iemand naar contracten van corporaties moet kijken. Nog naar leningcontracten, nog naar derivatencontracten, nog naar investeringscontracten. Het effect van die contracten wordt beoordeeld. Dus, en dan ben je bij de balans, de verlies- en winstrekening en alle vragen die jaarlijks aan corporaties gesteld worden. Maar die zitten één abstractieniveau hoger. Wat is als gevolg van alles wat u doet, het effect op uw liquiditeiten, wat is het effect op uw solvabiliteit, wat is het effect op uw, noem maar op. Dus, zo zit het toezicht in elkaar. Dus eigenlijk zegt u van het toezicht is zodanig in elkaar gezet dat corporaties de vrijheid hebben om zulke contracten af te sluiten waarin toezichtsbeperkende clausules in staan. Nee. Waardoor in feite het Rijk en het toezichthouder buitenspel worden gezet. Zonder dat iemand daar iets tegen kan doen. Nee, dat is de andere kant. Nee, het is gewoon niet toegestaan. Maar wie moest dat dan controleren? Dit had, nou, als je heel veel hoop had gehad, had een accountant het wellicht kunnen controleren, maar ik denk het niet. Dit zijn dingen waarbij iemand een regel overtreedt en daar komt hij een tijd mee weg. Het was namelijk ook volkomen onvoorstelbaar tot het moment dat wij erachter kwamen dat iemand dat ooit zou doen. Dus die regel is nooit gemaakt. Maak geen clausule die het toezicht buiten werking stelt. Daar hadden we van tevoren nooit over nagedacht. Dan ga ik met u een stukje verder, meneer Schaap, naar het waarborgfonds. Die zegt geen derivaten te borgen, maar zij hebben wel liquiditeitstekorten geborgd, althans ja. Tijdelijke liquiditeitstekorten. Is dat met de achtervang besproken, met het ministerie? Ja, en zo zit de systematiek ook in elkaar. De borging, alle normale borgingen zijn gekoppeld aan, zeg maar, bestedingen. Maar de tijdelijke liquiditeitstekorten hebben geen, daar is niet gedefinieerd wat de oorzaak mag zijn. Nee, gewoon als je geld tekort komt, je rekeningen niet meer kunt betalen, in surseance van betaling dreigt te komen, mag het waarborgfonds die tijdelijke liquiditeitstekorten borgen, hoe ze ook ontstaan zijn, uit margin calls, uit onredabele toppen van een investering of uit wat dan ook. Maar u weet wel wat dit dan vervolgens voor consequentie heeft, hè? Namelijk dat bij sommige derivatencontracten er in theorie een oneindige liquiditeitstekort eigenlijk geborgd wordt. Nee, dat geloof ik nou ook weer niet. Bij een tijdelijk liquiditeitstekort is er iets heel ernstigs aan de hand. Dat is niet iets wat zomaar even tussen neus en lippen gebeurt. Een tijdelijk liquiditeitstekort betekent dat de corporatie in feite in surseance van betaling komt. En dan grijpen we in. En de eerste trigger daar is dat voordat het waarborgfonds tijdelijk liquiditeitstekorten mag van een garantie mag voorzien, zij met de achtervangers moet overleggen over de voorwaarden. En bij het gesprek over die voorwaarden betrekken we natuurlijk ook altijd het Centraal Fonds. En dan maken we een analyse van wat is hier de situatie en hoe gaan we ingrijpen. Ja, maar dat was het niet, is niet iets van, oh, dat gaat dus automatisch zo verder. Ja, maar dat was dus niet de strekking van de brief die het Waarborgfonds heeft gestuurd aan banken, waarin werd gezegd dat zij ook liquiditeitstekorten borgden. Maar die brief heb ik niet gezien. Kijk naar de voorzitter. Meneer Schaap, alle banken, en dat is hier ook in openbare verhoor gezegd, die hanteren dit soort clausules nog steeds in allerlei contracten die ze met partijen afsluiten. Er zijn nu nieuwe regels van kracht waardoor er bijna geen contracten meer met corporaties worden afgesloten op derivatengebied. Maar ze zijn er nog steeds.
En ze voorkomen het toezicht niet, maar ze belemmeren het wel. Hè? Want als je toezicht uitoefent, bijvoorbeeld via een aanwijzing, dan kan het dus kassa zijn. We hebben het eerder gezien bij energiebedrijven met de splitsingswet. Je moest toen ook allerlei leasecontracten gaan afwikkelen plotseling. Dus het is wel degelijk een bekend gegeven in de markt. Iedereen gebruikt die dingen. Nu komen we bij het grote aha-erlevenis, want het Warburg Fonds Sociale Woningbouw checkte die master agreements allemaal wel en zette ze ook op de website. Ze staan echt op de website van het WSW. Dus dan is wel mijn vraag aan u, het ministerie zweeft daar toch als de grote hoeder uiteindelijk boven, dat het niemand is opgevallen. Hoe kan dat nou? Dat klopt, dat is ons niet opgevallen. Dat is in ieder geval mij niet opgevallen. Maar ik heb het ook helemaal niet gezocht. Laat ik ook eerlijk zeggen, ik kijk ook zelden of nooit op een website van het WSW, want ik heb overleg met het WSW, dus waarom zou ik op een website kijken? En nee, we hebben die website niet gescand in de zin van wat staat daar nou? Nee, hebben wij niet gezien. Ik niet. Ja, maar het is zelfs zo, banken hebben dat ook verklaard, dat ze zonder zo'n clausule niet eens zaken zouden hebben gedaan met die corporaties. Dat wisten ze het WSW ook, dat wisten de corporaties. Dus dat is wel even een vraagpunt wat bij onze commissie dan hangt. Het Centraal Fonds is toch de financieel toezichthouder. Ja. En je hebt weliswaar niet ieder derivatencontract afzonderlijk in de picture, dat kan ik me goed voorstellen. Maar een ISDA is doorgaans één keer per corporatie en daarna ga je in ieder geval bij Vestia daar honderden derivaten op afsluiten. Dus dan zou je zeggen dat is een soort belangrijk basisdocument waar je toch een keer extra naar kijkt met z'n allen, bijvoorbeeld het Centraal Fonds. Ik wist niet meer dan de gemiddelde Nederlander van derivaten tot pakweg 2011. Ik had het niet op mijn netvlies als iets met hele grote risico's. Ik denk dat er nog een paar mensen waren die dat niet, het liquiditeitsrisico met name, niet goed op hun netvlies hadden. We hadden ze überhaupt niet zo goed in beeld. We hebben nauwelijks over derivaten gesproken voor 2011. Meneer Bashir, u vervolgt. Meneer Schaap, dan ga ik met u verder naar de periode waarbij minister Spies minister Donner vervangt. En dan wordt er een taskforce opgezet en interdepartementale werkgroep waarbij u de projectleider was. Kunt u ons vertellen wie nou allemaal daar samenwerkte? En wat was de centrale opdracht? Ja, wie daar samenwerkte was in de taskforce. Het ministerie van Financiën om precies te zijn, de inspectie Rijksfinanciën. Onze directie, de directeur-generaal natuurlijk. De directie Financiële en Economische Zaken van ons departement. En de heer Wilders in een aparte rol, de agent van Financiën die ons adviseerde over derivaten en hoe dit af te wikkelen. En de centrale rol, de centrale opgave was natuurlijk, wikkel dit af met zo min mogelijk verlies. En wie had eigenlijk de lead in de taskforce? Uw ministerie? Mijn minister. Uw minister? Ja. Zegt u hiermee dat financiën niet een grote rol speelden? Speelden een grote rol, maar u vroeg de lead. Ja. De minister had de regie. Maar had uw minister ook voldoende kennis over derivaten? Nou, persoonlijk misschien echt niet, maar met name daarom hadden wij de heer Wilders van een vroeg stadium aan tafel en die vulde dat gat voortreffelijk in. Ja, en hij was van Financiën? Hij was van Financiën, maar hij is zeg maar uitgeleend voor dit project. Kunt u ons nog even meenemen naar welke scenario's toen op tafel lagen om de problemen bij Vestia aan te pakken? We hebben in een samenwerkingsverband met het Centraal Fonds, Nederlandse Bank en alle groepen die je al noemde, hebben in hoofdlijnen drie scenario's bekeken. En die vielen allemaal weer uiteen in nadere scenario's. En het was F, D en V. F was het faillissementscenario, D was het draagkrachtscenario en V was het verliesscenario. Verlies nemen. Faillissementscenario spreekt voor zich. Van veronderstel nou dat om de een of andere onvermijdelijke reden er toch een faillissement komt. Hoe loopt dat dan af en wat moet je dan doen? Het
verliesscenario, verlies nemen, is het scenario wat het uiteindelijk geworden is. Van je probeert die zaak af te wikkelen en het verlies is saneringssteun door het Centraal Fonds. En het draagvlakscenario zat daar zo'n beetje tussenin. Veronderstel nou dat je geen saneringssteun verstrekt. Wat kan Vestia zelf dragen? CQ, wat blijft er dan staan wat je uitzit? Want als je het niet kunt afkopen uit de opbrengst van verkoop van woningen, want daar ging het gewoon om, dan zit je het uit. Dat waren de drie scenario's. Ja, nou, uiteindelijk is het verliesnemer geworden. Ja. Waren de andere partijen die ook betrokken waren, en dan heb ik het over het Waarborgfonds en de externe financiële toezichthouder, het ook direct eens met deze keuze? Ja. Ja, misschien wel. Dat moeten ze zelf maar zeggen. Maar ik kreeg de indruk dat ze van meet af aan het hiermee eens waren. Want de risico's van faillissement, die waren evident. De kans was klein. Maar dat dit een veel groter verlies zou worden bij faillissement en ook door zou slaan naar kosten voor de staat, dat was een ieder wel duidelijk. En wat er mis is aan het draagkrachtscenario is dat uitzitten. Want veronderstel een gedeelte van de derivatenportefeuille koop je af. Dan blijft er een fors deel van de derivatenportefeuille over. Als je die gaat uitzitten, duurt dat tot de eindtijd van die derivaten is 30, 40 jaar. Dan hou je het liquiditeitsrisico 30, 40 jaar. De heren van Capitat hebben hier gezegd dat het van 2 naar 6 miljard negatieve waarde ging. Dus dan worden de rentekosten om dat gat te dichten ook veel groter als het nu geworden is. En bovendien, je houdt die clausules in werking gedurende 30, 40 jaar. Vestia zou 30, 40 jaar ontoegankelijk zijn voor het toezicht. Leek ons geen optie. En wanneer werd uiteindelijk besloten dat er verlies genomen moest worden? Het inventariseren van de scenario's heeft eigenlijk, was natuurlijk een goede fase, maar we hebben eigenlijk continu rekening gehouden dat we uit zouden komen op verlies nemen. In feite is dat ook de strekking van de maatregelen die de minister gevraagd heeft op 27 december aan Vestia. Dus u zegt eigenlijk in december is al besloten om verlies te nemen in feite. Is die koers bepaald? Ja. Die maatregelen zijn gevraagd. Dat strekte tot verlies nemen. Ja. En de andere scenario's zijn verkend. En dat lijkt me ook analytisch zeer nuttig. Ja, maar dan zit ik te kijken naar de data die hier voor ons liggen. U zegt eigenlijk is eind december besloten, of in december is besloten om verlies te nemen. En dan zie ik dat pas in mei 2012, dus 5 maanden later, begonnen wordt met onderhandelingen met de banken. Ja. Waarom moest er zo lang gewacht worden? Laten we starten op 27 december. Dan is zo'n beetje duidelijk hoe het zit. Dan 9 december hebben we het rapport van Cardano. Dus we zetten de zaak nog even op een rij. En dan gaan we een strategie bepalen. En de eerste stap in de strategie is vragen aan de banken of ze die clausules buiten werking willen zetten en mogelijkwijs ook of ze de margin calls niet meer willen opvragen. Daar wordt wat over heen en weer gepraat. Is dit een handige strategie? We vragen natuurlijk advies aan advocaten. Leidt dit tot, is dit op zich een event? Nou, vervolgens wordt er toch gebeld. Dat is ergens begin februari. Ik weet de data niet precies. Heeft de agent van Financiën voor ons gebeld. En na 4 telefoontjes is die opgehouden met bellen. Zo van, en als je me nu nog meer vertelt, zei de vierde bank, dan zie ik dit zelf als een event. En moet ik dingen in gang gaan zetten binnen mijn eigen bank, want ik begin te begrijpen dat er een material adverse change is bij Vestia. En dat is een van die events. Dus toen moesten we iets bedenken, een vangnet, een redenering, die events buiten werking zou stellen. Althans, waarmee Vestia zich bij de rechter zou kunnen verdedigen wanneer een bank een beroep deed op die clausule. En de redenering was, als er sanering geregeld is en er is geen niet-kredietwaardigheidsverklaring van het WSW, ja, dan loopt een bank geen kans
op verlies. En dus kunnen ze zich er nooit op beroepen, want al die events hebben als strekking van dat ze geld verliezen, die banken. En dan kunnen ze zich dan niet meer op beroepen en kunnen wij ons verdedigen tegen zo'n clausule. Maar nog even terug naar mijn vraag, want al die dingen die u zegt kunnen logisch zijn. Maar mijn vraag was van 17 december wordt uiteindelijk besloten welke kant op gegaan moet worden. Waarom moesten de onderhandelingen eind mei beginnen? Omdat we niet konden onderhandelen zonder dat het vangnet in orde was. En dat vangnet, de noodzaak van dat vangnet bleek nadat de agent gebeld had. Want we konden ons toch, we wouden niet in het faillissement scenario komen. Het oproepen, het inwerking stellen van die clausules leidde vrij snel in scenario's tot het faillissement scenario. Dat moesten we ten alle tijde vermijden. Toen moesten we het vangnet op orde maken. En dat is uiteindelijk op 11 mei helemaal rondgekomen door een anticipatiebesluit van het Centraal Fonds. En daarna kon er onderhandeld worden. Ja. Dus u zegt het kon niet eerder, maar stel het had wel eerder gekond, had het anders afgelopen met de onderhandelingen? Dat er bijvoorbeeld minder schade was geleden? Ik neem zonder meer aan dat de marktwaarde fluctueerde. Dus er zal wel een moment geweest zijn dat de marktwaarde hoger was dan 21 mei. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Ik sta me eigenlijk bij dat het een gestaag dalende lijn was. Maar daar hebben we ons eerlijk gezegd niet aan gestoord. Het risico van faillissement moest voorkomen worden. Het vangnet moest eerst op orde zijn. En daarna gingen we open met de bank onderhandelen. En u weet, de onderhandeling met de bank begonnen met de stelling, we betalen geen margin calls meer. En dat is, er is ook hypotheek gevestigd. En dat is op zich ook een event. Dat moest op orde zijn dat wij het gevoel hadden dat de banken zich niet op een event konden beroepen. Meneer Schaap, uiteindelijk wordt er een akkoord gesloten met de banken voor een bedrag van 2 miljard euro. Kunt u ons vertellen of dit bedrag het volledige bedrag is? Of dat de schade nog veel groter is? Ja, de schade is in mijn ogen veel groter. Maar laat ik me beperken tot Vestia. De schade is natuurlijk daarbuiten ook groot. De 700 miljoen saneringssteun heeft effect op de corporaties en de huurders buiten Vestia. Maar laat ik me beperken tot Vestia. Ja, Vestia gaat nu woningen verkopen. En misschien is die prijs die ze nu moeten vragen bij grootschalige verkoop duidelijk minder als wat ze bij heel geleidelijke verkoop of anderszins. Die schade is er ook. Er is de doorzak. De doorzak van februari. Ja, dat was 1,8 miljard. Ja. Dat moet bij dat bedrag van 2 miljard opgeteld worden? Nee, niet die 1,8 miljard, maar wel de extra rente die betaald is bij die omzetting van die variabele lening naar de vaste lening. In die nieuwe rente, in die coupon zoals het in jargon heet, is verwerkt de negatieve marktwaarde van die peerswaps die daarin verwerkt zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel dat was. Maar het is ook ongeveer 100 miljoen, 200 miljoen? Die orde van grootte? Ja. Ik weet het echt niet. Maar zoiets is het natuurlijk. Ja, en dan is er ook nog een... Maar de vraag is... Die nu meneer Schaap, ik wil nog even met u een aantal bedragen doornemen. Er is ook nog een tijdelijke liquiditeitssteun geweest van 1,05 miljard in september 2011. En daarna nog eens 550 miljoen op 16 januari 2012. Ja. Hoeveel daarvan moeten we optellen bij het bedrag van 2 miljard? Ik zou, als u het in een... Doe de rente maar over die leningen. Want als dit allemaal niet gebeurd was, hadden die leningen niet aangetrokken hoeven te worden. En had je die rente niet hoeven te betalen. Dus het zou 2,3, 2,4 miljard kunnen gaan ongeveer, de schade. U moet dat aan Vestia vragen. Ik kan dat niet met enige nauwkeurigheid becijferen. Maar als u het zo wil horen, meer dan 2 miljard. De 2 miljard uit het akkoord met de banken leidde ertoe dat Vestia zelf 1,3 miljard moest bijdragen. En 700 miljoen werd ongeveer bij andere corporaties neergelegd. Hoe kijkt u naar het stelsel? Heeft het goed gefunctioneerd? Ja. Vooropgesteld, het blijft een verschrikkelijk verlies voor de volkshuisvesting, die 2 miljard
voor huurders, voor corporaties. Verschrikkelijk. Maar het had veel erger kunnen zijn. Dat waren ook de woorden van minister Spies. Het is een verschrikking, maar er is erger voorkomen. Maar de zegen is, voor zover er dan een zegen te constateren is, dat het zekerheidsstelsel gefunctioneerd heeft zoals het bedoeld is. En dan bedoel ik, de sector lost het zelf op. Er vindt geen doorslag plaats via de achtervangconstructie naar de schatkist. En dat hebben bijvoorbeeld ook de ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, geconstateerd. En zij hebben de rating voor het Waarborgfonds tot op de dag van vandaag niet verlaagd. En dat is weer een groot voordeel voor alle corporaties in Nederland, want daardoor blijft de bereikbaarheid van financiering en de kosten van financiering ook Meneer Schaap, u zegt er is een schade geleden van 2 tot 2,4 miljard euro, alleen al bij Vestia. En vervolgens zegt u, het stelsel heeft goed gefunctioneerd. Ja. Kunt u dat uitleggen? Waarom vindt u dat het stelsel goed heeft gefunctioneerd? Omdat erger is voorkomen. Zoals het gewerkt heeft, is het stelsel ook bedoeld. Als een corporatie in de problemen komt, om welke reden dan ook, en een verschrikkelijk verlies maakt, wordt dat aangezuiverd door de andere corporaties en niet door de overheid. Dat is de opzet van het stelsel. En zo heeft het ook gefunctioneerd. En dat is goed. Maar was het niet goed geweest als bijvoorbeeld de 2 miljard verlies niet geleden was? Door maar bijvoorbeeld natuurlijk is dat veel beter. Zodanig had gefunctioneerd dat het ook had ingegrepen op het moment dat zulke derivaten waren gesloten? Dat klopt. Natuurlijk had het veel mooier geweest als iemand ontdekt had dat de heer De Vries aan de gang was gegaan met maar liefst 23 miljard aan derivaten, geheel in strijd met artikel 21 van het BBSH en artikel 70d van de woningwet. Maar het gebeurde niet openlijk. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het niet meteen gezien is. Wie had dat moeten controleren? Dit is standaard. Het standaard antwoord is, het Centraal Fonds, onze financiële toezichthouder, had zicht moeten hebben op de financiële risico's bij Vestia. En niet als financieel toezichthouder, maar als onderlinge waarborg, had het Waarborgfonds Sociale Woningbouw liquiditeitsproblemen moeten zien van tevoren. En waarom is dat niet gebeurd? Dat weet ik niet. Constateer dat het niet gebeurd is. Ja, maar u bent van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook betrokken bij het stelsel. Wat was dan uw rol? Of die van het ministerie? De rol van het ministerie was niet het toezicht houden op de toezichthouder. Sinds lange tijd is het beleid van de regering dat we geen toezicht op toezicht houden. Je kijkt wel naar het functioneren van het stelsel, maar niet op individuele zaken. Dus het is onze rol absoluut niet dat wij kijken of het Centraal Fonds wel voldoende toezicht houdt op Vestia. Zo zit het niet in elkaar, want dan doe je gewoon dubbel werk. In aanvulling op die vraag van collega Bashir, hier hebben ook getuigen verklaard dat alleen al het jaarverslag 2008 bij Vestia toch wel enge signalen afgaf. Ja. Waarom is het toen eigenlijk al niet opgepakt door het ministerie? Ik ben met u eens dat het jaarverslag 2008, ik heb het later gezien, bijzondere signalen heeft. De 762 miljoen negatieve marktwaarde en de 255 miljoen betaalde margin calls. Het had de bedoeling geweest, het had goed geweest, het had zo moeten zijn dat de financieel toezichthouder dat had opgepikt en minstens vragen had gesteld van, worden hier niet bijzondere liquiditeitsrisico's gelopen? Dat is niet gebeurd. En mijn antwoord op u zojuist was, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom dat niet is opgepakt. Het is niet de rol van het ministerie om op dergelijke bedragen te acteren. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dit is financieel, dit is het financieel toezicht. Dit is primair het Centraal Fonds en ja, het Waarborgfonds heeft ook een rol. Maar het is primair de rol van de financieel toezichthouder. Nee, en wij hebben het ook niet gezien. Meneer Bashir, u vervolgt. Toch nog een vraag over het voorgaande. Want u zegt, als het om de clausules ging, dan was het niet een rol weggelegd voor het ministerie.
Nee. Als het om derivaten ging, derivaten raamovereenkomsten, was er geen rol weggelegd voor het ministerie. Nee. Als het om opbouw van giftige producten die in derivaten zaten ging, dan was er ook geen rol weggelegd voor het ministerie? Nee. Onze rol, wat ik over contracten gezegd heb, voor naar zowel het Centraal Fonds toe als naar het ministerie, heb ik gezegd. Onze rol is nou typisch die van regelgever. Zoals wij de derivatenregeling in, wat was het, oktober 2012 gemaakt hebben. Dat is onze rol. Wij maken een regeling en daarin staat, je mag geen derivaten hebben van dat en dat kaliber. Ja. Je mag het alleen maar zo en er mogen nergens clausules in staan en nog een paar van die dingen. Dat is onze rol van het ministerie als het gaat over financiële aangelegenheden. En het Centraal Fonds kijkt of de regels die er zijn worden nageleefd. CQ kijkt überhaupt of er rare risico's of rare ontwikkelingen zijn bij corporaties. Ja, u zegt onze rol is wet en regelgeving. Maar het gaat over financiën. Bent u dan vergeten om ook nog iemand aan te stellen die deze wet en regelgeving handhaaft? Nee, dat is waar het gaat over financiële regels, zoals met betrekking tot derivaten, is dat het Centraal Fonds, onze financieel toezichthouder, en het Waarborgfonds heeft een andere rol, maar wordt ook geacht op te letten. Dus als het om de clausules ging, dan... Excuseer, we hebben nog behoorlijk wat vragen, dus ik verzoek wel of de antwoorden nog iets bondiger en puntiger kunnen. Ja? Ja. Dank u, Willeke. Dus als het om de clausules in de derivatencontracten ging, waar niemand toezicht op hield, dan zegt u van het ministerie is niet vergeten daar een regeling voor te treffen. Ik denk niet dat wij ooit een regeling zouden maken dat de financiële toezichthouder alle contracten van een corporatie moet nalezen. Dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft een eigen ruimte. Die moet binnen de regelgeving dingen doen. Maar u hebt het nu over alle contracten. Maar in wezen... Maar een contract nalezen? Nee, er komt ook nooit een regel dat je één contract moet nalezen. Als je de verantwoordelijkheid van de toezichthouder verruimt naar kijk dieper in de organisatie, dan ga je zeggen, neem alle contracten met een financieel risico. Dan wil ik met u nog verder, meneer Schaap, naar de fraude. Ja. Althans, vermeende fraude. In april 2012 heeft de advocaat van de heer Greve zich bij het ministerie gemeld met zijn verhaal dat de heer De Vries, de kasbeheerder van Vestia, kickbacks kreeg. Kunt u ons meenemen naar dat gesprek? Wanneer was dat precies en wat is er aan u verteld? Ik weet niet precies wanneer. Ik dacht april 2012, daaromtrent. Ik ben niet helemaal zeker. Ja, daar werd een tip van een sluier opgelicht door de advocaat. En die vertelde vreselijke verhalen, zonder heel precies te worden, over omkoping. En mijn indruk, mijn persoonlijke indruk was dat hij uit was op een deal voor zijn cliënt. Maar daar zijn we niet op in gegaan. Wij hebben hem verwezen naar Vestia. Dus u hebt gezegd van, wat heeft u zelf gezegd tegen de advocaat? Dat ze naar Vestia moeten? Ja, dat was de boodschap. Wat heeft u zelf met de informatie gedaan binnen het ministerie? Gemeld. Aan wie? De minister. En dat was ook in april 2012? Dat was ongeveer dezelfde dag. Heeft u het ook nog met externe financiële toezichthouder besproken of het Waarborgfonds? Het is ongetwijfeld aan de orde gekomen in de taskforce die we toen hadden en de stuurgroep. Ja. En het was voordat het publiek werd? Ja. Ja, ja. Dan het publiek worden van de fraudezak zou ook ervoor kunnen zorgen dat bepaalde clausules die in de derivatencontracten stonden opgeroepen zouden kunnen worden, waardoor de contracten opeisbaar werden. Heeft dat ook een rol gespeeld bij de afwegingen van het ministerie? Nou ja, het was nog niet bewezen. Wij hebben altijd zeer zorgvuldig gekeken naar de risico's met betrekking tot die clausules. En ik weet inmiddels vrij veel van Engels recht. En dat wil zeggen dat je alles ontzettend letterlijk moet nemen. Een vermoeden, vermeende fraude, zoals u zegt, staat niet in de clausules. Dus dat heeft geen rol gespeeld? Nee, gelukkig duurt het even voordat er een uitspraak is van een rechter. Ja. Dus...
Waren er eigenlijk eerder al signalen bij het ministerie over eventuele... Nee. Ook niet signalen vanuit de Belastingdienst? Ja, maar dat is een heel ander signaal. Overigens wel ongeveer dezelfde tijd. Toen kwam inderdaad iemand van de Belastingen vertellen dat over de aangiftes van de heer De Vries. Wanneer was dat? Ook ongeveer april. 2012, zegt u dan? 2012. En als ik met u terugga naar maart 2010, toen zijn er geen signalen binnengekomen op het ministerie over de kasbeheerder van Vestia? Nee. In de zin van fraude? Nee. In de zin van dat de kasbeheerder van Vestia zelfstandig opereerde op de beurs? Nee. Staat mij niet bij. Ik zit even te kijken, want we zien hier een gesprek plaatsvinden tussen het ministerie Centraal Fonds en de Belastingdienst. Dat is op 12 maart 2010. Daar is de heer Nieuwenhuizen bij aanwezig. Ja. En daar wordt ook melding gemaakt van een kasbeheerder die zelfstandig handelingen op de beurs uitvoert. Dat is toen niet door uw ministerie opgepakt. In 2010? 2010. Heb ik geen herinnering. Precieze datum is 12 maart. Nee. Want dit soort dingen worden dan niet met u besproken, niet met u meegedeeld? Ik herinner het me in ieder geval helemaal niet. Het heeft ook tot niets geleid. In dat gesprek zijn ook de neveninkomsten van de heer De Vries besproken. Is dat ook... Dat was in 2012. Dat was in 2012. En dat heeft geleid tot het doen van aangifte door de heer Nieuwenhuizen. Dan tot slot, dan geef ik het woord weer terug aan de voorzitter. Capitat heeft richting het Centraal Fonds geadviseerd om de kasbeheerder van Vestia meteen uit zijn functie te halen. Dat was in september 2011, nadat bekend was van wat hij aan het doen was op de beurs. Waarom is er eigenlijk niet meteen naar dat advies geluisterd en is de kasbeheerder niet van zijn functie ontheven? Het advies is uitgebracht aan het Centraal Fonds, begrijp ik. Niet aan ons. Onze strategie was, in den beginnen, van we moeten dit zo snel mogelijk opruimen. Het liquiditeitsrisico moet teruggebracht worden tot 250 of 500 miljoen hooguit. De derivaten moeten afgestoten worden voor zover ze geen renterisico afdekken van variabele leningen. En bij voorrang moeten die derivaten eruit met die clausules. Dat moet je zo snel mogelijk doen. En als het even kan, ook zo geruisloos mogelijk. Want dan maak je nog een relatief goede prijs. En bovendien... Maar dat was niet mijn vraag, meneer Schaap. Ja, maar daarvoor hadden we het treasurer nodig. En daarvoor, dachten wij in het begin, hadden we ook de heer Staal nog nodig. Om op een zo geruisloze manier, met verstand van zaken, hun eigen zaken... Die zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. Waarom had u de kasbeheerder van Vestia nodig? Was dat om zijn kennis? Zijn of kennis, omdat u zelf bij het ministerie niemand had? Die de want wij hadden niemand die we daar even neer konden zetten. Bovendien, het verwisselen van mensen was in den beginnen, voordat we de events wisten, was dat, dachten wij, niet zo handig. Want dan ben je die relaties met die banken en wat dan ook, wat je nodig hebt om die handel weer af te stoten, ben je kwijt. En dan moet je opnieuw opbouwen, dat lijkt ons tijdverlies. Nee, we wilden gebruik maken van de capaciteiten van Vestia zelf om er weer vanaf te komen. Ja, en een eventueel onderzoek door het Openbaar Ministerie heeft geen rol gespeeld. Nee, dat is veel later. Ja. Dank u wel. Meneer Oskam. Ja, meneer Schaap, we gaan naar de incidenten. En daarbij zien we dat nevenactiviteiten vaak belangrijke rol spelen bij die incidenten. Het ministerie heeft zelf een toetsgroep opgericht. Daar was u ook deelnemer van, u zat daar vaak bij. Op welke gronden werden nou die nevenactiviteiten getoetst door de toetsgroep? Wat waren nou de criteria daarvoor? Een nevenactiviteit was toegestaan als het een substantieel en causaal verband had met de kerntaken, zeg maar het wonen. Ja. Er mocht geen raar financieel risico worden gelopen.
Het moest ondergebracht worden in een verbinding en de prestaties en de financiële kwaliteit van de corporatie moest bovendien boven alle twijfel verheven zijn. Ja, dat klinkt heel helder, maar we zien toch dat een aantal directeuren van woningcorporaties de grens opzoeken. Waar heeft dat nou mee te maken? Heeft dat nou met de duidelijkheid en de transparantie van het systeem te maken? Of heeft dat met gedrag te maken? Of hoe verklaart u dat? Dat dat dan toch gebeurt? Het is niet verboden om grenzen op te zoeken. Nee. De coöperatiedirecteuren zullen het voor zichzelf altijd duiden in de zin van maatschappelijke betrokkenheid en opgaven die er liggen. Dus dat is voor een groot deel zeker respectabel. Aan de andere kant, wij stelden wel grenzen, ja. Het moest wel een verband houden met het wonen. Ja, mevrouw Bertram zei net, het is, was eigenlijk wel duidelijk voor die bestuurders. Want die zitten al heel lang in de sector, die moeten eigenlijk wel weten wat nou wel en wat nou niet is toegestaan. U zegt zelf, we stelden grenzen. Ik kan me daarbij voorstellen dat de toetsgroep af en toe ook wel op de rem is gaan staan. Kunt u voorbeelden geven wanneer dat dan gebeurde? In welke soort gevallen? Ja, om er eens een te noemen, de Medimol van Vestia. Dat is een soort verpleeghuis met allerlei verdere zorgvoorzieningen. Nee, mocht niet. Aanwijzing moest afgestoten worden. Er is een sterrenwacht geweest. Er is gesproken over de hallen in Amsterdam. Daar kwam de corporatiedirecteur zeggen dat hij dat wou gaan ontwikkelen. Dat leek ons een brug of wat te ver. Hallen of hallen? De hallen. Hallen. Dat is die oude tramremise. Oké. Okay, ja. Slotervaartziekenhuis hebben we op enig moment over gepraat. Daar kwamen coöperatiedirecteuren mee om het te gaan ontwikkelen. Vonden wij ook een brug te ver. Okay. Nou kan ik me ook voorstellen dat er ook wel, nou ja, dat er soms wel twijfel is. Dat er een soort grijs gebied is. Hoe zou u dat grijze gebied willen omschrijven? Wanneer is er nou sprake van een grijs gebied? Ja, het is altijd een redenering of het verband houdt met wonen. En welk wonen dan precies? Ja. En het varieerde per casus natuurlijk, maar ja, als je bijvoorbeeld de tunnel neemt in Deventer, ja. Ja. Hoe zit het dan? Is dat dan grijs gebied of is dat wel duidelijk dat het volkshuisvestelijk is? Of is dat duidelijke nevenactiviteit? Hoe zouden we dat moeten duiden? Ja, dat is helder. Het aanleggen van een weg, het verdiepen van een weg, het overtunnelen van een weg is allemaal geen toegestaande activiteit. Is zelfs geen nevenactiviteit, kan gewoon niet. De heer Teube heeft dat hier trouwens ook gezegd. Mm-hmm. Als je nou een woning bouwt op de wand van een verdiepte weg, dan is die wand tot op zekere hoogte onderdeel van de fundering van de woning. Dat element zien we wel als een nevenactiviteit, het bouwen van die wand, wat een substantieel en causaal verband heeft met wonen. Om dat voorbeeld te duiden. Is het dan ook zo dat het stuk grond dat vrijkomt, omdat het geen taluut is, maar een scherpe hoek, en dat stukje grond komt beschikbaar voor wonen, moet je dat dan ook meerekenen? Nou, dan zijn we wel in het grijs gebied. Even nog naar die toetsgroep. Hè. Daar komen natuurlijk allemaal nieuwe dingen. Want, ja. De hele corporatiesector is in beweging. Er is een nieuwe fase aangebroken na de brutering. Ik kan me ook voorstellen dat je in die toetsgroep denkt van nou, dit komt nu op ons pad. Moeten we daar niet nog eens even toch wat scherper op zijn of dat gaan vastleggen in een circulaire of misschien de wet veranderen? Wat is daarover bedacht op het ministerie? Ja, de opzet van het stelsel was om te werken met groeiende jurisprudentie tussen aanhalingstekens. Dat substantieel causaal verband, dat is uitgewerkt tijdens staatssecretaris Remkes. En het is vastgelegd in de MG eerst 99-23 geloof ik en toen 2001-26. En gaandeweg zijn de redeneringen die daar stonden verbeterd. Bijvoorbeeld over proportionaliteit en noem maar op. Ja, het was ook inderdaad de bedoeling, is ook gebeurd, omdat steeds scherper vast te leggen. Ja. En daar zat ook de beweging van de tijd in. Soms werd het wat ruimer, soms werd het wat smaller. Een beroemd voorbeeld is
De brief van minister Vogelaar over hetgeen is toegestaan in het kader van de wijkaanpak. Dat was een drie kolommen verhaal. Dit is echt van de corporatie, heel simpel. Dit is echt van de gemeente, ook heel simpel. En daartussen een kolom waarin je kunt afwegen of het des corporatie of des gemeente is. Ja. Daar werd het dus ook weer vastgelegd. Okay. U noemde al even die aanscherping van de proportionaliteit. Ja. Een van de zaken die wij kennen, waar het ministerie op de rem is getrapt, omdat er onvoldoende proportionaliteit was, was de casus van Servatius, van de campus. Ja. Die werd ook gemeld en besproken in de toetsgroep in 2006, ondanks dat de heer Verzelberg vond dat er geen sprake was van een nevenactiviteit. Maar het is wel bij jullie terechtgekomen. Dat bracht eigenlijk toch wel een rode lamp binnen het ministerie. Dat jullie dachten van ja, maar dit gaat echt te ver. Hè? Dat begrip ja. Leefbaarheid wordt opgerekt. Ja. Hoe is het ministerie daar toen mee aan de slag gegaan? Want dat was eigenlijk wel het moment dat jullie dachten dit is de druppel. In 2006 zat ik slechts bij beleid en nog niet bij toezicht. Maar nee. Wij dachten daar over mee. En we hebben toen gezocht naar een fatsoenlijke redenering. In die groep. Hè? En de redenering was zoiets van, ja, als er een sporthal komt van Olympische allure, allemaal best, maar dat is niet van een corporatie. Nee. Maar een sporthal die ook gebruikt wordt door de buurt, ja, dat is wel van betekenis voor de leefbaarheid. Ja. En wat is nou de buurt? Dus toen hebben wij in de operationalisering van dat begrip proportioneel bekeken, wat is de buurt en hoeveel sociale huurwoningen staan daar nou? En zo is er een redenering gemaakt die leidt tot, nou, voor zoveel mag de corporatie dan wel participeren in die sporthal. Ja. Voor het lokaal gebruik, zeg maar. Maar het was de eerste keer dat we zo'n soort redenering moesten maken. Ja, dat is ook de verhouding die mevrouw Bertram net zei. Van dat voor de gemeente, dat voor de universiteit en dat voor de woningcorporatie. Nou, waar ik eigenlijk nog even verder op door wil gaan, is dat het toch een moment was dat jullie dachten, ja, nu gaan ze wel heel ver met het oprekken van die grenzen of met het begrip leefbaarheid. En wat is met dat signaal gedaan? Nou ja, dan werd er geweigerd. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dan misschien naar buiten toe, naar de corporatiesector toe, gecommuniceerd werd van jongens, nu gaan we de verkeerde kant op. Is er een kentering in het beleid gekomen? Is er een kentering in de berichtgeving naar de corporaties gekomen? Dat jullie, van wat jullie hadden geleerd van die toetsgroep, hebben gezegd van nou ja, we hebben het aangescherpt, maar desondanks komt meneer Verzelberg toch nog met zijn verzoek om daar die Olympische sporthal neer te zetten. Als ik uw vraag goed hoor, dan vraagt u of we in algemene zin op de rem getrapt hebben wat betreft leefbaarheid. Nee, zo bedoel ik het niet. Het is meer dat je bent een aantal jaren bezig met die toetsgroep. Er komen allerlei casussen voorbij. Nou, soms is het groen licht, soms is het rood licht, soms wordt er over gediscussieerd, zit het in het grijs en dan wordt het nog wel onder voorwaarden toegestaan. Op een gegeven moment hebben jullie van die casuïstiek geleerd. Dan zeggen jullie, dan scherpen wij de richtlijnen aan, onder andere op het gebied van proportionaliteit. Ja. Desondanks komt meneer Verzelberg met een disproportioneel voorstel, waarvan jullie zeggen, het is disproportioneel, doen we niet aan mee. Tenzij, hè? Nou ja, in die verhouding. En dan is mijn vraag, beleidsmatig gezien, gaan jullie daar dan wat mee doen? Gaan jullie dan tegen die corporatie zeggen, of tegen Edis, of tegen de corporaties, jongens, we hebben nu zoveel jaar ervaring, of zoveel van die zaken bekeken. Maar dit is natuurlijk niet wat de bedoeling is. Ja. Ook al omdat die mannen de tendens hadden om toch, en u vond het wel spannend ook, dat ze die grenzen mochten opzoeken. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk toch de taak van het ministerie om te zeggen, nou ja, tot hier en niet verder. Dit is onze lijn. En hou je eraan. Maar tot hier en niet verder, die conclusie werd steeds getrokken in een individuele casus. Ja. En voor de volgende casus mocht iedereen weer de redenering aandragen waarom het een substantieel en causaal verband had. Ja. En dat lag in iedere casus ook weer net even iets anders. Nee, dat klopt. Dus er was geen, het was ook niet de bedoeling om te zeggen, en nou gaan we dit consolideren in een wet en die maakte weer afvinktoezicht van. Nee, het mocht blijven bewegen. Het beweegt heden ten dagen nog. Dan gaan we naar het stoomschip.
Is dat project van de SS Rotterdam nou formeel besproken in de toetsgroep? Ik geloof dat het besproken is. Ik was er niet bij. Nee, want u zat er toen niet in of u was een keer afwezig? Maar het is voor mijn tijd dat ik het over toezicht ging. En ik neem aan dat het... Ik geloof dat ik in de stukken gelezen heb dat het in een toetsgroep geweest is. Ergens in 2006. Ja, maar daar was ik niet bij. U bent voor ons toch een beetje de nestor van het ministerie. Maar mevrouw Bertram zei net... Ja, eigenlijk zagen we het niet als een nevenactiviteit. Omdat bij het initiërende gesprek wat ze met Kromwijk heeft, met de heer Kromwijk heeft gehad... heeft hij gezegd, nou ja, het gaat vooral om 400... eenheden waar studenten gaan wonen. En daar komt natuurlijk nog wel wat samenwerking met het ROC bij. Maar ja, het zat in hoofdzaak toch in de volkshuisvestelijke sfeer. Ja. Hoe ziet u dat dan? Of wat heeft u daarvan meegekregen op het ministerie? Mm-hmm. En niet alleen als nestor, maar gewoon omdat ik het deed. In 2008, toen het schip financieel ontplofte... hebben we natuurlijk gekeken of dit een geoorloofde activiteit was. Dat hebben we beoordeeld in, hou het goede, mei 2008. Het is uiteindelijk neergeslagen in de brief van minister Vogelaar aan de Kamer van 30 oktober. In mei 2008 zeiden we, wat is dit nou? Nou, dit is een nevenactiviteit. Hier wordt een passagiersschip, een oceaanstomer herontwikkeld. Dat is een nevenactiviteit. En is het een toegestaan nevenactiviteit? Nou, dan komt de redenering uit de brief van 30 oktober. Ja, want er zit een stuk wonen in en je mag de rest ontwikkelen. Dat heet dan een bedrijfsverzamelgebouw. Maar het ontwikkelen van een schip tot bedrijfsverzamelgebouw is toch echt een nevenactiviteit. Punt. Toen hebben we natuurlijk ook teruggekeken naar 2005. Het moment waar Woonbron aan refereert dat er toestemming is gegeven. We hebben ons verdiept in de situatie van 2005. En toen was de volgende redenering mogelijk. Hey, toen nam Woonbron voor 50% deel. Die kocht een half schip. Ja, het ging maar om 6 miljoen toen. 6 miljoen eigen vermogen. Ja. Er kwam nog wat leningen bij hoor. Daar worden in totaal 400 hutten voor een woonfunctie in ontwikkeld. En dat is het. Ja, dan kom je dicht bij de... uitdrukking die de heer Willem van Leeuwen gebruikte, dit is een woonboot. En woonboten mogen. Er ligt vlakbij mijn huis ook een door een corporatie ontwikkelde boot voor studentenhuisvesting. Dat kan. Die conclusie getrokken hebbende en daarover ook van gedachten wisselen met de minister, zei ze, ja, maar dat kan toch niet? Het is toch wel een nevenactiviteit. En ja, je kunt dus door die constructie heen kijken, zoals wij deden, terugkijkend naar 2005 en zeggen, ja, dit is gewoon zuiver wonen. Maar dan wordt het ingewikkeld, want dan moet je de vraag beantwoorden, wanneer wordt het dan een nevenactiviteit? Nou, bijvoorbeeld als die 50% van eurobalance eraf gaat. Ja. In overleg met de minister hebben we gezegd, dat wordt allemaal veel te ingewikkeld. En we hebben toen de regel gehanteerd, als het eruit ziet als een nevenactiviteit... dan is het een nevenactiviteit. En het ontwikkelen van dat schip ziet er toch echt uit als een nevenactiviteit. Dus terugredenerend naar 2005 hebben we in 2008 gezegd, dit is een nevenactiviteit. Oké. Nou, dat is terugkijkend. Als je nou zo'n situatie volgt, hè, en mevrouw Bertram zou gelijk hebben, dat je zegt van, nou ja, het wordt gemeld, we bespreken het en onze insteek is, het is geen nevenactiviteit, want het gaat om 400 huizen, zou ik maar zeggen. Hutten, letterlijk. Hutten. Kamers in en dan gaandeweg, want alles is in beweging. En het zat er natuurlijk ook niet echt mee met dat schip. Dan worden die plannen helemaal aangepast. Is het dan niet zo dat je dan eigenlijk een nieuwe situatie krijgt... en dat zo'n aangepast plan opnieuw of alsnog naar die toetsgroep moet? Ja, natuurlijk. En is dat dan ook gebeurd in dit geval? Nee, want het is gelopen zoals het gelopen is. Ja. Okay. En bij gebrek, dat is natuurlijk ook het punt van minister Vogelaar... bij gebrek aan een... adequate procedure, adequate afspraken, adequate noem het op, waren er dus ook geen momenten waarop je zou kunnen zeggen, of waarom ons zich verplicht voelde van, goh, nu ga ik toch maar eens weer opnieuw melden. Ja. En is er dus ook nooit een toets geweest van, hoe zit het nou met de financiële risico's? Want het initiële ding was zeer beperkt en was gewoon wonen en was maar 6 miljoen eigen vermogen. We gaan naar het beleid van minister Vogelaar, want die...
besluit in 2007 om BBSH en de regelgeving in die mededelingen gemeente, u noemde het MG's, dat zijn die circulaires, ruimer te interpreteren. Ook een beetje met het idee dat zij haar krachtwijkenaanpak vorm wilde geven. En onze vraag is eigenlijk, in hoeverre stimuleerde nou de ministers corporaties om risico's te nemen, om een breder taakveld op zich te nemen? Ze stimuleerde de corporaties niet om risico's te nemen, want als je uit de middenkolom een nevenactiviteit eruit zou doen... Risico is misschien niet het goede woord, maar breder taakveld, toch? Ja, het is wel degelijk om te stimuleren om alle elementen die nodig zijn om de leefbaarheid van een wijk op een hoger niveau te brengen, om die allemaal minstens af te wegen. Daar werden de corporaties in gestimuleerd, want die wijkaanpak die stond echt hoog op de agenda. Het doel was niet, corporaties gaan nou eens wat meer doen dan wat je normaal doet. Het doel was, help deze wijk verder. En dan kan het voorkomen dat er een activiteit in zit die een corporatie nog niet op zijn netvlies had, maar voor het succes van de wijk wel heel belangrijk. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de toetsgroep, dat daar meer zaken komen. Was dat ook zo? Ik neem het zonder meer aan. Dat weet u niet? Dat weet ik niet. Omdat u er toen niet in zat? Ik zat er toen niet in. Nee. En heeft u ook gehoord of er bijvoorbeeld andersoortige zaken bij die toetsgroep kwamen dan voor die tijd, door het krachtwijkenbeleid? Nee. Niet gehoord of is het niet overgesproken? Nee, of niet gebeurd? Ja, ik kreeg de bijzondere gevallen van weigering te horen, zoals de Mediemal, zoals de Sterrenwacht, zoals de dingen die echt te dol voor woorden waren. Maar verder niet. Kwam het nou wel eens voor dat de toetsgroep negatief adviseerde en dat het werd overroeld door de minister? Dat er toch werd gezegd, het is goed wat jullie adviseren, maar we gaan toch gaan het wel doen. Dat heb ik bij geen enkele minister meegemaakt. Zaten er nou nog verschillen tussen? Het omgekeerde wel. Ja? Dat de minister bedenkelijker was als de ambtenaren. En in welk geval was dat? In een situatie bij minister Van der Laan over het citynetwerk van Amsterdam. Dat was zo'n glasvezelnetwerk. Daar was dat was een pilot. En hoewel dat nog niet helemaal aan zijn eind was, zei minister Van der Laan, dit moet maar afgelopen zijn. Dat is te gek voor woorden. Even nog terug naar het beleid van Vogelaar. Dat stond natuurlijk in het regeerakkoord, maar werd het ook nog verder vastgelegd in circulaires? Dat is eerlijk gezegd tot op de dag van vandaag niet nodig. De dingen die in de MG 2021 staan, die principes, die blijven staan. En de uitwerking op gevallen, dat is toch iedere keer anders. Maar het gedachtegoed van de vaardigheid in redeneren binnen de toetsgroep is in de loop der jaren wel toegenomen. Ja. Uiteindelijk is de minister die toestemming geeft voor die nevenactiviteit. Altijd. Zag u daar nog verschillen bij ministers? Want u heeft ze allemaal meegemaakt. Nee. Nee? Het is allemaal wel één lijn. Allemaal zorgvuldige afwegingen. Ja, oké, maar je kan natuurlijk toch vanwege misschien een politieke inkleuring of misschien van een andere visie op de volkshuisvesting tot hele andere beslissingen komen. Maar dat... De beweging, maar dat is breder als de ministers, is er natuurlijk een geweest van dat er was een opgaande lijn in wat dan allemaal in het grijze gebied, zal ik maar zeggen. Zo tot en met minister Vogelaar. En vanaf minister Van der Laan neemt het weer af. Ja. Maar dat zie je ook in de discussies in de Tweede Kamer. En het ziet eerlijk gezegd ook wel in het gedrag van corporaties. Okay. Meneer Schaap, ik heb een aantal vragen voor u. En die gaan over een aantal corporaties die in de problemen zijn geraakt. Woonbron, Rochdale, Servaties en Rentree. Ik begin bij Woonbron, het stoomschip de Rotterdam, waar mijn collega Oskam het al over had. Mevrouw Bertram vanochtend verwees ook naar de besprekingen in de toetsgroep. Uit ons onderzoek blijkt, het gaat maar om één bespreking in oktober 2006. Okay. En u was daar niet bij, dat zie ik ook op de lijst. Uw naam staat er niet op. En in die ene keer dat het in de toetsgroep is besproken, is het ook in positieve zin besproken. Dus dat zijn de feiten. Mijn vraag aan u is, verwijzend naar het verhoor met de heer Kromwijk,
Want die gaf aan dat hij het ministerie op de hoogte hield over het project. Is dat gebeurd? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik neem het zonder meer aan. Het gebeurt bij een andere directie. Het ging via de accountmanagers. Dat was de directie waar ook het toezicht zat in die tijd. Maar die accounthouders viel toch onder uw leiding? Nee, dat is een andere directie. Viel er onder directie stad en regio. Okay, maar u weet dus niet of het gebeurd is? Dus dat ik neem de heer het Kromwijk, aan. Woonbron, het ministerie op de hoogte hield van de ontwikkeling? Ik neem het aan. Ik heb gelezen dat er signalen waren. Dus maar dan, er zal wel iets gecommuniceerd zijn. Maar dan zou het toch terug moeten komen in die toetsgroep? Of werkt dat dan niet zo? Nee, nou dat weet ik eerlijk gezegd ook weer niet. Als u zegt dat er maar één verslag is waar het over de SS Rotterdam gaat, dan zal het wel niet teruggekomen zijn in de toetsgroep. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat er in april 2008 communicatie is geweest tussen de directie stad en regio en Woonbron, want toen is gevraagd van, hoe zag je die proportionaliteit voor je? Toen de plannen zich ontwikkelden zoals zich ontwikkelden, heeft de accountmanager, de directeur staat in de regio, via de accountmanager aan de heer Kromwijk gevraagd. Was dat ook het moment, april 2008, dat het eerste signaal dus bij het ministerie binnendrong dat er iets fout ging? Nee, het is net daarvoor. Net daarvoor? Een maand daarvoor. Maart 2008 kreeg het ministerie het eerste signaal, ja, er gaat iets niet goed met dit project. En daarvoor zit die communicatie tussen Kromwijk en de accountmanager van de directe stad en regio. Dus daar is ook een brief van. Ja, maar die accountmanager heeft dus in maart 2008 het signaal in ieder geval opgepakt van dit project loopt uit de klauwen, noem ik het. Nee, nou, ja. Het gaat mij om het eerste signaal wat het ministerie betreft. Nee, dat weet ik niet allemaal precies, want nogmaals, daar was ik niet bij. Pas vanaf 1 april 2008 ben ik verantwoordelijk voor toezicht en komt het schip in mijn handen, om het zo te zeggen. Ja, dat is die regiegroep waar je dan bij betrokken bent. Nee, in april word ik verantwoordelijk voor het toezicht op corporaties. Oké. Dan neem ik dat allemaal over. Dus eigenlijk zegt u van, ik weet het niet. Nee, dat weet ik niet, precies. Okay, maar er waren contacten, laat het zo zeggen. In de overlevering heb ik gehoord van contacten. Ja. En u kunt dus niet reproduceren wanneer het eerste signaal was dat er iets misging. In ieder geval dat het ministerie zich bewust was van. Mijn eerste signaal kwam van het Centraal Fonds en is het rapport van Deloitte. Oké. En dan zijn we dan aanbeland in medio 2008, want dan gaat het ministerie zich ook actief bemoeien met het project SS Rotterdam. Dan komt er ook een regiegroep waar het Centraal Fonds in zit, vertegenwoordigers van het ministerie, daar zat u dus bij, en het Waarborgfonds. Welke oplossingen kwamen daar op tafel? Eerst even het probleem. Het grootste probleem was dat Woonbron in liquiditeitsproblemen zat. Mm-hmm. Ze moesten een lening herfinancieren. In ieder geval, ze moesten de financiering voor de boot rondkrijgen. En dat lukte niet. En dus dreigden er weer de tijdelijke liquiditeitstekorten. En welke oplossingen kwamen er toen op tafel? De eerste was, Woonbron doet zelf. Dat kon niet onmiddellijk. En toen hebben we een contract gesloten in juli 2008. Waarin stond van, Woonbron moet voor 15 december 2008. Een commerciële financiering van 105 miljoen regelen. Mm-hmm. Dat is die bekende kort geldlening van het Waarborgfonds, en wat tot eerder tijd in de verhoren naar voren is gekomen, dat Woonbron die kort geldlening van 105 miljoen krijgt, met de voorwaarde eind 2008, zo is het. Moet er een commerciële lening aangetrokken worden. Zo is het. Oké. Okay. En dat was dus weer een heel serieus probleem, want mm-hmm. Toen dreigde Woonbron weer in surseance van betaling te komen. En dat vinden wij buitengewoon ernstig. En dat betekent dus als die kort geldlening niet zou verstrekt worden, dat Woonbron failliet zou gaan? Zeker. Okay. Dat was het probleem. Ja, en eind 2008 dan lukt het Woonbron niet om die commerciële leningen aan te trekken. In ieder geval niet zonder de sociale huurwoning als onderpand te krijgen. Maar het Waarborgfonds wil hier niet mee akkoord gaan. Wat vond u daarvan? Hoe bedoelt u, het Waarborgfonds wil er niet mee akkoord gaan? Eind 2008 dan lukt het dus Woonbron niet, nee, om die commerciële lening aan te trekken. En het Waarborgfonds is dan niet bereid om dat onderpand te verstrekken. Die gaat dan op haar strepen staan en zeggen van, dit gaan we niet doen. Nou ja, wij ook.
Zoals gezegd, bij tijdelijke liquiditeitstekorten worden er voorwaarden gesteld door het WSW in overleg met de achtervangers. En dit was ook onze voorwaarde. Probeer nou, regel die commerciële financiering zonder gebruik te maken van datgene wat bedoeld is als onderpand voor investeringen in de sociale huursector. Ja, maar dit bleek dus niet te lukken. Toen waren wij allen ontstemd. Ja. En toen zeiden wij allen van, hoe kan dat nou? En toen kwam er een heel verhaal van dat ze oorspronkelijk gezegd hadden dat ze 600 miljoen, dacht ik, aan commercieel vastgoed hadden. Voldoende voor onderpand voor een lening van 105 miljoen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat ze maar 160 miljoen aan commercieel vastgoed konden vrijmaken. En dat de banken dat te weinig vonden. En toen moest de facto het waarborgfonds door de pomp en alsnog weer een lening borgen, consolideren heette dat in dat jargon. Heel even, u gaat al bij het punt, u zegt ook het waarborgfonds gaat door de pomp. Even een stap terug. Het ministerie ziet op een gegeven moment in van dat moet toch gaan gebeuren. En het waarborgfonds neemt de houding aan, dit gaat niet gebeuren. Dat klopt toch feitelijk? Nou, niet heel erg. Ja, we hebben erover gesproken. Ja, wij waren allen ontstemd dat de overeenkomst niet werd nagekomen. Overigens niet alleen op dit punt, maar ook wat betreft het schip. Maar mag ik u dan één punt voorhouden? Want uit een memo van uw hand, ook met pen bijgeschreven, staat letterlijk dat mijns inziens staat, en ik citeer, mijns inziens maakt het waarborgfonds wel zwaar issue van dit punt. Ja, maar dat neemt niet weg dat wij het ook wel een issue vonden. Dus we hebben gediscussieerd met het waarborgfonds. Ja. En het heeft er uiteindelijk toe geleid dat het waarborgfonds wel degelijk weer een tijdelijk liquiditeitstekort borgde. Ja, ze hebben zich verzet. Ze vonden van, is dit nou allemaal wel goed? Ja. Zij moesten hun dossier tijdelijk liquiditeitstekorten volkomen herzien in feite. Van wat zijn we hier nou aan het doen? Ja. Zijn we hier nou tijdelijke liquiditeitstekorten aan het borgen? Of zijn we hier een commerciële activiteit aan het financieren? Ja, dat is wat helder hoe het waarborgfonds erin stond. Maar heeft toen het ministerie druk uitgeoefend op het waarborgfonds? We hebben met ze geredeneerd en uiteindelijk hebben ze besloten om het te doen. We hebben geen druk uitgeoefend. Ja, we kunnen ook helemaal geen druk uitoefenen. Hoe is dan uiteindelijk het waarborgfonds door de pomp gegaan, in uw woorden? Nou, hoewel ze buitengewoon ontevreden waren over het gedrag van Woonbron, hebben ze gezegd, ja, het is onontkoombaar dat we toch weer een geborgde lening afgeven. En speelden daar nog andere onderwerpen, elementen in mee voor het waarborgfonds? En wat bij herhaling tevoorschijn kwam, was de wens van het waarborgfonds, als het gedrag van Woonbron zo is, wordt het dan niet tijd dat de bestuurder verdwijnt. En spelen daar ook nog andere agendapunten van het waarborgfonds, waaronder hun plannen op het gebied van het EMTN-programma? Dat is ook eerder bij verhoren teruggekomen. Ik heb dat gezien. Ik was ook, dacht ik, aanwezig bij het gesprek met minister Van der Laan en de heer Van Dam. Ja, het was een wens van het waarborgfonds om iets te doen met WSW 2. Mm-hmm. Volgens mij was onze positie daar van mede van kraak helder in. Je mag best een onderlinge waarborgmaatschappij beginnen voor commerciële leningen, maar zonder achtervang van de overheid. Ja, maar en daarmee was het een dood idee. Maar was hier sprake, want ik verwijs ook naar uw memo, van het uitonderhandelen van zaken? We hebben dat niet in een onderhandeling gehad zelfs. Het ministerie en het waarborgfonds die verschilden vaker van mening. En dan doel ik ook op de situatie met Servatius in 2007 en de zogeheten doorzakconstructie. Ook dat is volgens mij meerdere keren in verhoren duidelijk naar voren gebracht wat dat is. Het ministerie was er geen voorstander van, maar het waarborgfonds gaf wel toestemming aan Servatius om door te zakken. Hoe werd daar binnen het ministerie tegen aangekeken? Dat weet ik niet, daar was ik niet bij betrokken. Ik was niet bij de doorzakoperatie van Servatius betrokken. Ik weet wel het algemene beleid op doorzakken, maar niet hoe de afwegingen in dit concrete geval waren. Oké, maar u heeft dus ook niet scherp voor ogen het feit dat het ministerie en het Centraal Fonds overigens tegen het doorzakken waren en dat het waarborgfonds daar wel richting de corporaties bereidwillig in was
Dat verschil dat heeft u als ambtenaar nooit meegekregen binnen het ministerie? Nee, ik was niet betrokken bij de gedachtenwisselingen daarover. Okay. Maar klopt het wel dat pas in augustus 2009 dat meldingsplicht ten aanzien van doorzakken pas is opgenomen in het BBSH? Nee. Dat klopt niet? Nee, dat geloof ik niet. Dit is artikel 11d van het BBSH. Doorzakken is verkopen aan je dochter. Mm-hmm. En de verkoopregels 11d is al veel ouder. Maar de meldingsplicht, dus dat een coöperatie verplicht is om het te melden aan... Ja, dat is 11d. Dat is dus van voor 2009? Van 1997, schat ik in. Okay. Ik ken de ontstaansgeschiedenis van artikel 11d niet precies, maar het is erg oud. Heel artikel 11 trouwens. We zullen naar gaan slaan. Hoe dat zit. Ik ga met u door naar rentrée, want we hebben hier ook de heer Teube gehad en uw naam is hier ook toen gevallen. Ik heb het gehoord. En ook daar ging het om de aanvraag die rentrée wilde doen ten aanzien van het doorzakken. En de heer Teube die gaf aan dat u het volgende heeft gezegd, namelijk dien een aanvraag in, dan krijg je per keer in de post toestemming, mits er goedkeuring is van de huurdersbelangen en de gemeente. Heeft u dit inderdaad gezegd? Ik heb iets in die strekking gezegd, ja. Iets in die strekking? Wat klopt er niet aan de boodschap klopt. De boodschap klopt? Ja. Maar hoe verhoudt dit zich dan tot het feit dat rentrée hierna een afwijzing krijgt? Omdat er, denk ik, twee zaken door elkaar lopen. De Amstellaan en de doorzak. Om alle misverstanden te voorkomen, ik heb geen toestemming gegeven in dat overleg voor niets. Het was een verkennend gesprek. En het ging over de Amstellaan en het ging over doorzakken. Over de Amstellaan wisselden we van gedachten en volgens mij waren we eens geestes. Een coöperatie legt geen weg aan, verdiept geen weg, overtunnelt geen weg, helemaal niks. We hebben dat voorbeeld besproken, wat hij hier ook noemde, van als je nou een woning bouwt op die wand, ja, dan is een gedeelte van die wand de fundering. Dat kan. Vervolgens heeft hij gemeld, zoals hij hier ook zei, dat hij nog in overleg was met de gemeente hoe die precieze verhouding, wat nou dat grijze gebied zou worden in relatie tot die weg. Daarmee hebben we dat onderwerp afgehandeld. Daar is ook niet gesproken over een melding. Als daar iets gezegd was over een melding, zou daar ook nooit de zinsnedes, zienswijze, huurder of gemeente in voorkomen. Want dat is niet aan de orde bij een nevenactiviteit. Ja, ik moet het toch even onderbreken. Want zegt u daarmee dat de aanvraag van de heer Teube, waar u dus eigenlijk op reageerde van stuurt u het maar, dat gaan we goedkeuren. Dat vanuit uw beleving dat los stond van de Amstellaan, dat u anders dit nooit had gezegd? Nee, want dit slaat alleen maar op een doorzak. Dus in het algemeen had het wel gekund, maar omdat het om de Amstellaan ging? Nee, nogmaals. We hebben het over de Amstellaan gehad en daar zijn we niet concludent in geworden, in de zin van wat hij nou verder zou doen. Hij zei, ik ga die weg niet aanleggen, maar er is wel een randgebied. Daarover moest hij nog praten met de gemeente en dat zou nog volgen. Vervolgens hebben we het gehad over de doorzak. Het verkopen, laten doorzakken van je woningen in een dochter. Want daardoor krijgt de corporatie geld vrij, waar ze dus dit soort activiteiten, nevenactiviteiten mee kunnen financieren. Dus daar zit het verband. Nou, daar zit gedeeltelijk het verband, want hij stelde, zoals hier ook gezegd, dat hij dat nodig had voor zijn totale investeringsplannen. Niet alleen voor wat hij deed in die rivierenwijk. En over de doorzak zei hij van, goh, klopt het nou dat als ik te verkopen woningen verkoop aan een dochter, dat mag? Toen heb ik gezegd dat kansrijk was, als je dat zo stelt, mits een zienswijze van de huurders en een zienswijze van de gemeenten daarbij zit. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. Dat verhaal kun je ook veel ingewikkelder vertellen, want als de prijs te laag wordt van die doorzak, dan gaan er weer andere regels gelden. Ik weet niet of we het daar uitgebreid over gehad hebben, maar zoals hij het mij voorlegde, van mag ik te verkopen woningen laten doorzakken, antwoord ja. Ja, maar daarom ook mijn vraag, feitelijk gezien, gaf u dat antwoord omdat u dat los zag van het feit dat dat geld, in ieder geval vanuit de positie van de heer Teube, ook gebruikt zou worden voor de Amstellaan. Ja. Dat had u dus niet voor ogen, anders had u dus nooit op die manier gereageerd van stuurt het maar, we gaan het goedkeuren. Nou, ik denk het wel, want zoals de casus nu hier ligt, mag je woningen laten doorzaken en tegelijkertijd kan verboden worden dat je geld steekt in de Amstellaan. Want je mag,
aan het doorzaken, aan het verkopen van de woningen aan je dochters, is niet de voorwaarde verbonden dat je het geld, waar je dat geld precies in moet steken. Dat is niet helemaal waar. Als de prijs te laag wordt, als de prijs lager wordt dan 90% van de leegwaarde, dan moet er een noodzaak zijn, een legitieme noodzaak voor dat geld. Want anders accepteren we die lagere prijs niet. Dan moet je het verkopen voor 90%. Maar dan zijn we in de fijngevoeligheid van de regelgeving. Zo grof gezegd, voor een doorzak is geen bestedingsverantwoording nodig. Okay. Als we het hebben over doorzakken, dat die constructie wordt gekozen op het moment dat het waarborgfonds niet bereid is om te borgen. De normale manier noem ik het maar even, waarop leningen geregeld worden binnen de sector. Uit ons onderzoek blijkt dat het ministerie bij projecten betrokken is over of er wel een project geborgd wordt of niet. En mijn vraag is, oefent het ministerie invloed uit op de keuze om een project wel of niet te borgen? Nee, we hebben het maar zo zelden over projecten. Ja, de SS Rotterdam. Er komen bij ons niet zoveel nevenactiviteiten komen tevoorschijn natuurlijk. Maar een regel bij nevenactiviteiten is, het moet in een verbinding. En in een verbinding mag nooit geborgd worden. Maar dan is uw antwoord op mijn vraag, nee, het komt niet voor dat het ministerie invloed uitoefent op het wel of niet borgen van leningen. Exact. Okay, dan ga ik door naar de corporatie Rochdale in Amsterdam. Want het ministerie heeft al in 2005 signalen dat er mogelijke misstanden zijn. En uit onze stukken blijkt dat binnen het ministerie, op ambtelijk niveau in ieder geval, onderling gesproken wordt over de heer Mullenkamp. Ik citeer uit een e-mail. Men is bang dat als de minister hoort dat wij al lang weten dat hij in een Maserati rijdt, ze over de tafel klimt. Wij weten natuurlijk al lang dat die gladjakker daarin rondtuft. Einde citaat. Waarom deed het ministerie niets? Liever de ambtenaren binnen het ministerie. Er zijn geen regels over het gebruik van de Maseratis. Laat ik dat duidelijk zijn. Er is zelfs geen expliciete richtlijn over efficiëntie of bedrijfskosten of wat dan ook. Er zijn sinds 2013 wel regels over salarissen, maar dan houdt het in die sfeer wel op. Is dat niet te makkelijk, meneer Schaap? Degene die toen toezicht uitoefende, u zei 2005... ruim voor mijn tijd zou ik zeggen, hadden de heer Mullenkamp hierop ter verantwoording kunnen roepen of zijn raad van commissarissen in verband met de uitstraling, maar daar was ik niet bij betrokken. Ja, maar dan heeft u dus over toezicht vanuit het ministerie, dus de ambtenaren die dit wisten. Ja. Oké. Okay. Maar u weet niet hoe lang het al bekend was binnen het ministerie dat dit speelde? Ik zelf wist het bijvoorbeeld gewoon niet. Is de minister ingelicht? Ik weet het niet. Had het moeten gebeuren? Dat is een betere vraag. Ik kan me levendig voorstellen dat je dergelijke dingen, als je ze zo ziet, bij de minister neerlegt. Minister Dekker bijvoorbeeld heeft Rochdale ter verantwoording geroepen over de salarissen. Nog voordat er een regeling was over salarissen. Mm-hmm. Dus dan had dit ook bijgekund. Ja. Als we het hebben over Rochdale, er is 6 jaar lang een discussie gevoerd met het ministerie over de makelaardij, kapellenmakelaars. Ja. En het ministerie dreigt 3 keer met een aanwijzing, maar dat is niet doorgezet. Mijn eerste vraag is het ministerie aan het lijntje gehouden door de corporatiedirecteur Mullenkamp? Dat weet ik niet. Ik was vanaf 1 april 2008 verantwoordelijk voor toezicht. En omdat het aan de andere front van Rochdale snel misging, was het opeens ook heel snel over met die makelaar. Weet u niet waarom het ministerie niet doorzette? Wel dreigen, maar niet doorpakken? Ik was er niet bij betrokken. U heeft daar ook totaal geen beeld bij? Ik weet het echt niet. Wat opvalt, als we bijvoorbeeld kijken naar Servatius, die 7 aanwijzingen krijgt in totaal vanuit het ministerie. En Rochdale 6 jaar lang wel gedreigd wordt, maar dat er niet doorgepakt wordt. Is er niet sprake van inconsistent handelen vanuit het ministerie op dit vlak? Ik kan daar u geen informatie over geven, want ik was er niet bij betrokken. En als ik u vraag om uw mening? Nou, zoals u het vertelt, lijkt het inconsistent. Maar nogmaals, ik weet er minder van als u.
In juni 2009 stuurt minister Van der Laan het rapport van de Rijksaudditdienst over interne en externe toezicht bij Rochdale naar de Tweede Kamer. En daarin staan verschillende aanbevelingen. En mijn vraag is, wat is er gebeurd met die aanbevelingen? Volgens mij heeft dat geleid tot een plan van aanpak, nou ja, een reeks maatregelen, met name in de sfeer van integriteit. Dat is een brief over van minister Van der Laan aan de Kamer. En weer later, ik meen onder minister Donner, is dat weer gemitigeerd op basis van de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat de corporatiewereld genoeg geschrokken was en inmiddels zich veel beter gedroeg. Ik kijk naar de voorzitter. Meneer Oskomde? Nee. Dan geef ik het woord aan collega Mulder. Nou, voorzitter, dank. Maar er zijn mensen die denken, als ze het woord ambtenaar horen, dan denken ze aan de figuur doorknoper uit Olie B. Bommel. Ik weet niet of u die kent, hè? Dat is een figuur die heel strikt de regels toepast, tot vervelens toe. Maar het leidt er wel toe dat mensen zich aan die regels houden. Als ik hier nou u zo hoor, gebeurt hier eigenlijk niet het tegenovergestelde. Want als een minister zegt, nou ja, voorgenomen activiteiten van corporaties, die zullen wij altijd afwegen. Er is eigenlijk sprake, zoals u formuleert, van een bewegend toezicht. Dat is tijdsgebonden. En wat een nevenactiviteit is, dat kunnen we eigenlijk niet precies definiëren. Dat is dan toch een open uitnodiging voor corporaties om de grenzen te zoeken van wat mag en ook formuleringen te bedenken, zodat ze zichzelf als het ware in de regelgeving praten om toestemming te krijgen. Dus eigenlijk is het uitlokking wat er gebeurt aan corporaties. Ja, maar zo was het niet bedoeld. Wij hebben geen regels gemaakt om corporaties uit te lokken of wat dan ook. De regelgeving was bedoeld om... Dat was niet het doel, maar was het wel het gevolg? Maar het doel was natuurlijk wel om corporaties mogelijkheden te bieden om de opgave te realiseren die er in de wijkaanpak en in de rest van de volkshuisvesting lagen. En wij constateerden dat wij zo moeilijk konden definiëren vooraf, als afvinklijstje, welke activiteiten in het kader van leefbaarheid nou wel mogelijk waren en moesten kunnen gebeuren en welke niet. Dat liet zich ex ante niet zo lekker beoordelen, omdat dat een bewegend doel was. En dus hebben we de regelgeving zo gemaakt dat die mee kon bewegen met dat doel en iedere goede redenering was een goede redenering. En dat is niet bedoeld om corporaties zoveel mogelijk de randen op te laten zoeken. Dat is bedoeld om de leefbaarheid in die wijken zoveel mogelijk oplossingen te bieden. Ja, de keerzijde daarvan is dat iemand die kwaad zou willen, die daar gekke dingen mee gaat doen. Dat geven we toe, maar toch was de bedoeling niet om iedereen maar uit te lokken. De bedoeling was om niet tegen de regelgeving aan te hoeven lopen als je een goed verantwoord project voor ogen had. Dank. Dank, meneer Mulder. Meneer Schaap, wij naderen het einde van het openbaar verhoor. Ik wil u nog even wat vragen over het onderzoek van onze collega's van de Algemene Rekenkamer. Die hebben specifiek gekeken naar het volkshuisvestelijk toezicht. Ja. U zei net tegen de commissie dat u zelf vanaf 1-1-2008 verantwoordelijk werd voor het toezicht. 1 april 2008. Ja, het is geen april gehad, maar dat... U werd toen verantwoordelijk voor toezicht, hè? Dus inclusief het volkshuisvestelijk toezicht, dat klopt? Ja. De Algemene Rekenkamer die zei van dat toezicht schoot in die zin tekort dat het onvolledig was. En dat was onder andere gebaseerd op het feit, we hebben dat net aan mevrouw Bertram gevraagd, dat er maar 10 FTE's beschikbaar waren. En zij zei, nou ja, uit mijn stukken is mij gebleken dat het er 30 zijn. Die stukken zullen wij uiteraard vorderen bij mevrouw Bertram, want ze zei dat ze die stukken heeft liggen. Hoe zat dat nou? Waren het er nog 10 of hoeveel waren het er? U was hoofd van die club dus. In mijn tijd, dus vanaf 1 april 2008, waren het er ongeveer 10. 10. En dat daarvoor waren het er ook 10? Of... Nou, kort daarvoor waren het er ook 10, want ze kwamen met z'n 10 naar mij toe. Hoeveel het daarvoor geweest zijn, weet ik niet. En die 10 in uw tijd, dat is dan mijn slotvraag aan u. Is dat nou adequaat om bij 400 corporaties dat volkshuisvestelijk toezicht goed te kunnen doen?
Ja, dat vind ik wel. Maar daar moet ik misschien één kanttekening bij maken. De grote actie ieder jaar was het doornemen van de jaarverslagen. Daarvoor werden veel meer mensen ingeschakeld. Dan die 10. Maar dat was een piekbelasting. Ja, dat waren er zeker 30. Dus die bevindingen van de Algemene Rekenkamer, daar herkent u zich niet in dat 10 weinig was? Nee, volgens mij waren deze mensen in staat om het werk te doen wat op ons afkwam. En dat was in hoge mate, naast die actie van het doornemen van de jaarverslagen, was dat in hoge mate het afhandelen van aanvragen, het afhandelen van meldingen van nevenactiviteiten, verkopen, statutenwijzigingen, wat dan ook. En de workload is nooit zo groot geweest dat wij dingen moesten laten liggen en de normale termijnen moesten overschrijden. Dank meneer Schaap, ik sluit de vergadering. Dank u wel.